is zaterdag 28 maart 2020. Het is nu 1:53 hier op Leafside. Ik heb vandaag geen nieuws voor jullie, maar ik wil wel graag hebben over de seizoensgebonden kwestie. Ik zal eerder vandaag wat bamboe staan en dat deed me denken aan een interessant tuinbouwfeitje. Wist je dat deze tijd van het jaar uitermate geschikt is om jonge lentebamboe te oogsten? Nu ik eraan denk, wil ik jullie motiveren om gezellig seizoensgebonden dingen te doen hetzelfde. Heb je me daar letterlijk nou net wakker voor gemaakt? Echt serieus. En mijn telefoon gaat. Wat? Ik ben net wakker! Hallo, dit is Timmy van Noxhoek. We hebben 9792 klingels op je rekening, een soort van wat je verkoopt zit achtergelaten. Bedankt voor het gebruik maken van deze dienst. Kom je snel in de winkel te zien. Ga me rustig omkleden. En dat was iets vroeg met de voice-over. Sorry! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij 28 maart in Animal Crossing. Ik ben nou bezig ondertussen met het editen van de allereerste video. Die, ja, dus eigenlijk al op YouTube staat. Maar damn, wat is dat een rommeltje. Ik zie trouwens al hier gelijk onze eerste fossiel liggen. Dat scheelt weer met onze daily routine. Jongens, echt serieus. Ik heb er een beetje moeite mee. Maar, gelukkig heb ik in de vorige aflevering best wel veel uitgelegd. Is dit een dag dat alles kapot gaat? Really? Nou ja, laten we maar eens eventjes de mail gaan lezen. Goed, we hebben sowieso... we hebben brieven van Coco en van Brokkolo. En we hebben een brief gekregen van Ortelios. Nook's Maals-programma. Gulliver, die heeft ons een briefje gestuurd. Gulliver, dat was die jullie gisteren hebben gezien. Onze aangespoeld... hebben jullie gezien. Goed, nou, in ieder geval, laten we eens eventjes kijken. Wat voor stem had ik hem ook alweer gegeven? Oh ja. Ahoy daar, Stevie! Dankzij jouw hulp ben ik weer blij bij mijn bemanning. Ze maakte er een grote show van door met hun ogen te rollen toen ik terugkwam. Goed, hier is een kleinigheidje van mijn reizen. Veel plezier ermee. Gulliver de matroos. Ik heb de vorige keer, gisteren heb ik een foutje gemaakt. Ik heb namelijk toen niet echt gekeken wat wie gaf. Dus laten we eerst eens even kijken wat dit voor cadeautje is. Dit is een... paardenstaart. Ik ben hier heel stil door. Nee, geef mij maar gewoon mijn Eevee-padje. Dankjewel. Dankjewel, uniek. Oké, nou in ieder geval, we beginnen gewoon even te kijken. Nook's Maals-programma, wat hebben we daarvan? Kaktis-TV, bedankt voor je trouwe gebruik van de Nook's Station en Nook's Miles-programma. Het voorwerp waar je Miles voor hebt ingewisseld, krijg je bij deze kaart nogmaals bedankt. Oh, dat is onze bestelling, tuurlijk. Duh. Wat hadden we ook alweer besteld? Kun je nagaan, jongens. Ik heb gisteren spontaan een dienst gedraaid en ik ben helemaal vergeten wat we ook alweer besteld hadden. Maar volgens mij... een parkklok! Ja, die heb ik inderdaad besteld. Gisteren... ja, jullie hebben dat gezien. Ik heb er inderdaad een paar bestellingen van gemaakt. Omdat ik vond het wel heel erg leuk om dat natuurlijk binnen te krijgen. K.K. Bossanova. We hebben het hoi-shirt, want die vond ik gewoon grappig. Gewoon hoi. Oh, eigenlijk heb ik zoiets van, zullen we het hoi-shirt eigenlijk gaan dragen? Meneer Flamingo, die hebben we inderdaad binnengehaald. Waarom hebben we meneer Flamingo binnengehaald? In verband met... tot dan we een hele mooie synchrome ingang hebben van de bibliotheek. Pieter. Dear Stevie. Rope. Bombs. Lamp oil. You want it? It's yours, my friend. As long as you have enough klingels. Ik heb geen Switch, dus ik speel Animal Crossing Pocket Camper op de telefoon. Oké, Dutch. Dus Pieter heeft ons iets gestuurd. Nou, Pieter, ik ben heel erg nieuwsgierig wat je ons gestuurd hebt. Elios. Eens even kijken, wat heb je ons gestuurd? Ik heb 10 appels! Wat lief! Ah. Dat is wel heel aardig van hem. Ik heb hem eigenlijk heel erg stiekem een sinaasappel gegeven. Nou hebben we dus 10 appels van hem gekregen. Dat is echt heel erg aardig. Ik zal deze heel eventjes snel openen. Want dat is dus de flamingo, de marimba. Dat is het muziekinstrument, die heb ik aan... die heb ik toch maar voor de zekerheid een muur meegegeven. Want ik ben zeker dat hij er heel erg blij mee zou zijn. Hoi t-shirt! Ik wil hem eigenlijk dragen. En nieuwe muziek, wat ik dadelijk even snel in de storage ga gooien. Maar er is nog meer post, namelijk van onze eilandbewoner. Namelijk van Brokkolo. Wat had Brokkolo ons neergezet? Hoi Stevie, ik voelde me eigenlijk waanzinnig welkom door jouw kaartje. Bedankt joh, mijn leventje op dit eiland wordt vast geweldig. Zoveel warmte van Brokkolo. Ja, ik heb een beetje de stemmen vastgezet. Van Tammy was ik nog niet helemaal tevreden. Heb ik nu een stem voor. Die heb ik namelijk in de testfase gegooid. En ik kreeg er leuke feedback over. Hetzelfde over Agent S. Dus die zullen nieuwe stemmen gaan krijgen. Dan gaan we dadelijk zeker in onze daily routine komen. Coco! Beste Stevie, ik vond je cadeautje zo leuk. Je vrijgevigheid doet me echt iets. En nu ik dit weer geschriftje schrijf, word ik weer helemaal vervuld van dankbaarheid en geluk. We spreken elkaar binnenkort. Coco. Oké, dat is fijn. I guess. Ik weet niet meer wat voor cadeautje dat ik jou heb gestuurd. Je kunt trouwens zien. De brieven die je hebt gestuurd, je hebt een inventory van 300. Dus op het moment dat je leest, kun je ze dus ook weggooien. En ja, dat raad ik wel aan natuurlijk op het moment dat je brieven een beetje vol beginnen te raken. Maar goed, dat waren de brieven. Ik doe heel eventjes mijn inventory en ik zie jullie zo bij de daily routine. Draag hem dan ook. Jongens, ik kon het niet laten. Ik moest de hooishirt aan. Oké, tijd voor onze daily routine. We gaan eventjes de meubels gaan we even proberen te vinden. De fossielen gaan we even proberen te vinden. En natuurlijk gaan we hoi zeggen tegen onze medebewoners van het eiland. Als het goed is, is de brug ook af. Want ik heb gisteren nog een keer de lening afbetaald. Dat is een beetje wat offscreen is gebeurd. En voor de rest heb ik ook de vruchten maar geplukt. Hoi Coco. Een nagellakset. Als dat niet 100% Tammy schrijft, dan wat moet ik in godsnaam met een nagellak? Hoe ziet het eruit? Ja. Even wachten, sorry. Goedemiddag, Bojoing. Zin om te kletsen? Heerlijk zo'n heldere dag, waarop ik de was lekker buiten kan hangen. Ja, op zich, dat is wel een hele fijne dag inderdaad. Het is wel jammer dat je niet echt veel boeien te melden hebt, maar... klingels! Wauw, 8 stenen. Dankjewel, spel. Dankjewel. Dat maakt mij heel erg vrolijk. Brokkolo, laten we eens heel eventjes met jou gaan praten. Voordat ik de andere steen pak. Hoi, Brokkolo. Ik heb je brief gekregen. Ja, je gaat wat ik aan het doen ben. Je bent aan het lamballen. Ik zit te zitten. Dat zie je toch? Smakelijk. Oeh, je geeft in één keer hele creepy ogen. Ah, dat was creepy. Dat was echt... Ah, dat was zo creepy. Wacht. Wie is daarachter? Oh, dat is Tank. Wat is Tank aan het doen? Oh, Tank die is bezig met klussen. Mabel, wat leuk om jou te zien. Een hele goede middag, Vivi. Leuk dat je er bent. Wat kan ik voor je betekenen? Mabel is een klerenwinkel. Kledingzaak. Eens eventjes kijken. Wat heb je? Ik vind het echt altijd leuk als Mabel langskomt. Je wil eigenlijk als Mabel er is voor ongeveer 4000 klingels dingen gaan kopen. Maar ik heb op het moment niet echt veel geld bij. Oeh, ik vind deze bril vind ik gaaf. Ik vind de pet vind ik gaaf. Nieuwe sokken vind ik wel hartstikke leuk. Ik vind de zwarte broek vind ik ook leuk. Ik vind de jackje leuk. Ik wil zoveel! Jawel, nee. Ik heb heel veel gevonden. Ik heb even alleen klingels nodig. Ik kom zo terug. Maar ik ben nog even bezig met daily routine. Sorry. Trouwens, dus dat jullie daar op de achtergrond kunnen zien. Onze brug, onze hangbrug. Je krijgt er geen notificatie van. Vind ik heel erg jammer dat je geen notificatie krijgt. Maar kijk eens, je brug die is af. Maar we hebben hier dus nu een hele makkelijke brug om dus naar de overkant te kunnen gaan. Ik ben daar zeker heel erg blij om. Eens even kijken. Ze zijn gewoon een tak. Stok! Nou, rustig even alles verzamelen. En echt serieus jongens, dit heb ik gisteren nog even offscreen gevangen. Ik ben zo trots. Ik bedoel, zoals je kan zien, dit zijn 2 riemvissen. Die heb ik nog even gevangen. Heel veel vlinders, rode snappers, weet ik hoe dat die heet. En ik ben nog op wesp tegengekomen, die heb ik gelukkig ook kunnen vangen. Dus daar gebeurt er gelukkig weinig mee. Maar daar kunnen we dadelijk zeker voor, ik weet niet hoeveel geld verkopen. Dus geld is geen issue. Oké, laten we dit niet nog een keertje verpesten. Laten we heel eventjes op een goede angle staan. Mocht dit de moneysteen zijn. De moneysteen! Yay! We hebben weer het maximale aantal klingels daarvan te pakken gekregen. En daar ben ik heel erg blij om. Dit maakt mij zeker blij. Waarom? Omdat elk zakje dus meer geld waard is. En hoe meer geld dat we hebben, des te leuker dat het boompje is wat we vandaag kunnen maken. Het dagelijkse geldboompje. Ik ga kerst plukken. Goudklompje! We zijn rijk! Monies! Oké, eventjes. Een goudklompje is 10.000 klingels waard. Ja, dan ben je blij als je die natuurlijk uit een van je stenen vindt. Nice. Kan je goud voor meer gebruiken dan verkoop? Ik heb nog geen idee. Ik weet dat het veel geld waard is. Ik weet niet of het voor een recept nodig is. Dus dat durf ik niet te zeggen. Ik weet niet of ik deze boom al geschud heb. Hé, oké. Mid busted. Je krijgt 2 items. Je krijgt 2 items per dag. Wat hebben we nu weer? Kauwgomballenautomaat. Die hebben we al. Ah ja, daar kunnen we Brokkolo heel erg blij mee maken. Want Brokkolo is zo'n kleine snoepert. Dus ik denk dat we Brokkolo wel heel erg blij kunnen maken met een kauwgomballenautomaat. Dus ik denk zeker dat ik die aan Brokkolo zeker wil gaan geven. Dat wil dus zeggen dat we nou niet meer beneden hoeven te gaan kijken of daar dus items liggen. Maar aan de andere kant wil ik wel heel eventjes zien, is een van onze geldboompjes ondertussen vol begroeid. Hallo, hoi hoi, welkom bij Noxhoek. Oh kijk nou toch eens dat glijbaantje, dat is ook zo leuk voor Brokkolo. Ik heb te veel leuke dingen voor Brokkolo. En een hangmat. Ik wil dat hangmat. Ik wil die hangmat. Oké, laten we eerst heel even zorgen dat we inventorieruimte hebben. Echt, oh, ze hebben zoveel leuke dingetjes. Hier 20.000. Hoppakee. Je kunt erin liggen. 100%. Oh, daar heb ik nog niet naar gekeken. Wat zijn eigenlijk onze dailies, de taken die wij op, vandaag moeten doen? De dailies die wij vandaag moeten doen is, we moeten dus voorwerpen aanpassen. Doen we dat 2 keer, dan krijgen we daar 5 keer 150 miles voor. Dat is altijd hartstikke leuk. We moeten hout hakken. Laat fruitbomen groeien. We hebben er eentje gewoon kant-en-klaar neergezet. Dus. Maar daar krijgen we dus een dubbeling van. 5 vissen moeten we vangen. En ja, we moeten dus spullen verkopen. En ja, die hebben we dus ondertussen al binnen voor de dubbele miles. Dus krijgen we daar al 300 voor. Handig. Goed. Ik ga heel eventjes nog verder met verkopen. Jongens, ik zie jullie zo. 47.500 klingels. Don't mind if I do. Oké, nou zit ik bijna op het bedrag wat ik eigenlijk wil hebben. Deze die wil ik eigenlijk bewaren om. We hebben nog sowieso nog een fossiel te zoeken. Maar ja, aan de andere kant, ik wil de spulletjes kopen. Een olifant tegelijk. Gewoon een voice crack man. Ben ik in één keer zachter hoor. Ik weet niet hoe dat zou komen. Geluid is niks anders. Oké, dankjewel. Natuurlijk wil ik de hangmat. Die wil ik buiten. Oh, ik hou van de hangmat. Oh mijn god, ze hebben nog zoveel meer. Ze hebben een goochelset. Dat is altijd leuk. Ik wil de goochelset. Die wil ik ook. Oh, ik koop gewoon echt alles wat los en vast zit. Terwijl dat... Ik wil iets doen. En dat gaat een hoop klingels... Het is een investering, maar het gaat een hoop klingels kosten eventjes. This is a bucket. Dear God, I want it. Oké, we hebben echt heel de shop ondertussen leeggekocht. I don't care. Oh, natuurlijk. 1 keer per dag spoelt er ook een postfles bij je aan het strand aan. En daar zit altijd een leuk receptje in. Dus eventjes kijken. Aan jou daar. Toen ik weg lag te dromen in bad, had ik een do-it-zelf idee. Dat ik gewoon moest opschrijven. Wie je ook bent, ik hoop dat je zin hebt om te klussen. Kijk maar wat je ermee kan. Veel geluk gewenst van Grizzly. Oké, wat is het dan? Een gong! Boing! Oh, die wil ik zo graag gaan maken. Oh, het lijkt me geweldig om zo'n ding te gaan maken, jongens. Dat lijkt me echt leuk. Doen het gewoon. Maar ik moet wel zeggen, jongens, nou dat die brug er is... Damn, wat is het nou fijn om gewoon lekker over je eiland heen te kunnen lopen. Cadeautje? Oké. Volgens mij... Hij zweeft volgens mij nog boven het water. Dus ik wacht nog heel eventjes met hem te poppen. Altijd leuk als je random cadeautjes hebt. Dit kan trouwens gewoon... Dit gebeurt vaak. Niet zo vaak. Het gebeurt best wel vaak. Ja, het is volledig random. Op 1 dag heb ik een keertje gewoon 6 cadeautjes zo gekregen. En een andere dag... Maar goed, wat was het? Wat is het? Een zakelijk jasje. Nice! Oh, die gaat leuk worden. Die gaat leuk worden. Die wil ik zeker wel een keertje gebruiken. Trouwens, jongens. Wat vinden jullie van het shirt? Er zijn ondertussen nieuwe kijkertjes bij mij. Ik vind het een leuk shirt. Gewoon, hoi. Sorry. Hij wou wegvliegen, zag je het? Goed zo! We hebben een Bitspringhaan gevangen. Je gebeden zijn verhoord. Hoera! Hoezee! Maar er is dus een nieuwe plant gegroeid. En blijkbaar is dat een unieke kleur. Want hij is geel en rood in één. Oké, hij staat een beetje op de verkeerde plaats. Dus daardoor moet ik hem dadelijk eventjes herlokaliseren. Maar de rest? Waarom ook niet? Hé. Hey. Hallo. Oeh. Oei, pardon. Hallo mijn waarde Stevie. Leuk om je weer te zien. Wat stoor je me vroeg. Welkom in het museum van Liefzak. Hoe kan ik je van dienst zijn? Zoals altijd, wij willen weer eventjes eerst de fossielen laten analyseren. En ik weet het, jullie houden van Bladders stem. Dat vinden jullie een hele shooting stem. Tenminste, daar ga ik wel van uit. Goed, wat hebben we allemaal? Nou, aangezien deze tekst is altijd hetzelfde, dus ja, ik skip er wel heel eventjes gewoon nog heen. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig wat hij allemaal nodig zal hebben. Dus laten we eens even kijken, wat kunnen we doneren? Alles. We hebben een... Een Meilokunmingia? Denk ik. We hebben een kwetsalcoatlus vleugel. Denk ik. Een diplodocus nek. Diplodocus. Een diplodocus. Die vind ik leuk. Oh, we hebben 2 diplodocus nekken. Dat is wel jammer. En we kunnen dus de Bitspringhaan doen. En jullie weten het. Het is een insect. Dus laten we eens luisteren wat hij daarover te horen heeft. Vertel. Help! Bitspringhaan. Oeh, wat kwellen ze me toch. Ik ben je dan ook verplicht om te vragen, behoef je meer informatie te hebben over deze soort? Is het heus. In dat geval, hoort toe. Oeh, laat je niet foppen door de schijnheilige post van de duivelse Bitspringhaan. De Bitspringhaan staat bekend met een groot stuk als een groot en sterk insect met krachtige sikkelvormige armen. En hoewel ze meestal insecten en spinnen eten, voeden bitspringhanen zich ook wel eens met iets groters. En dan die enge ogen. Oeh, hij heeft er maar liefst 5. 2 grote, 3 kleine. Ik word plotseling vederlicht in mijn hoofd. Hoe dan ook. Mijn oprechte dank voor je donatie. Maar serieus, ik ben helemaal klaar met die insecten. Stop er alsjeblieft mee, want ze wekken alleen maar walging bij me op. Ah, we zorgen wel voor dit onding. Voor deze keer. Hoi Suzy! Oké, nou in ieder geval de donatie van de fossielen. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. De insecten die zijn superleuk. Deze, het zijn wel leuke dingen, maar daar kun je ook in het museum uiteindelijk van lezen. Dus laten we dit gewoon doneren. En laten we zelf even kijken hoe dat met onze medebewoners gaat. En natuurlijk het trucje wat wij van Suzy hebben geleerd over de giga geldboom. Mabel, ik heb veel te veel klingels bij me. Oh, hoi Stevie, alles goed? Wat verkoop je? Ik wil het zien! Ik wil het zien! Oh, ik wil het. Ik wil die. Ik wil die. Ik wil alles. Ik wil alles! Behalve dat rokje. Dat hoef ik niet. Ja, die wil ik. Yay! Ik wil deze ook. Dit zijn zulke gave kleding. Die vind ik echt gaaf. De broek. Ja, de broek. Die willen we zeker. Koop het rokje kap. Waarom moet ik het rokje kopen? Hey, aan de andere kant, misschien kunnen we Tammy blij maken met het rokje. Of misschien Coco. Ik bedoel, waarom niet? Maar ja, aan de andere kant heb ik al zoiets van, we kunnen al zoveel kopen. Want ik wil de sterren zonder bril. Dat lijkt me hartstikke gaaf. Ik wil de B-pad, de honkbalpad. Tuurlijk wil ik die. Geef het. Nou ja, verkoop het. Vind ik ook goed. En serieus, ik heb alleen maar die gestreepte sokken. Maar ik wil sokken met detail. Geef het. Maar pas hem wel eerst zelf, lijkt me grappig. Prima, Timo! Prima! Challenge accepted! Mabel, je hoort het. Ja, kom maar. Nee, ik denk dat dat ondertussen wel alles een beetje zo was. Nou, ik wilde nog even hallo zeggen. Wat ontzettend lief, dankjewel. Als ik ergens mee kan helpen, geef dan vooral een gil, oké? Ik had gehoord dat Mabel een winkel zou kunnen openen bij jou op het eiland. Maar ik weet niet hoe. Het was iets als je dus zeg maar voor 4000 zou kopen of zo. Tenminste, dat had ik van Pieter gehoord. Maar dit alleen al hierboven is al over de 14.000. Losse herfstjurk. Maar misschien kunnen we die... Weet je wat, dan geven we die wel aan Coco. Het enige wat we dan niet hebben gekocht... dat zijn de regelaarzen. En dat wil ik zo houden. Oh ja, wacht eventjes. Ik moest iets proberen. Zo. Fabuleus. Hij vloekt ontiegelijk. Maar ja, aan de andere kant geel met blauwe glazen. Ik vind het hartstikke grappig. Plus, we moeten natuurlijk nog heel eventjes hoi zeggen tegen onze andere bewoners. Oh, hoi Tank. Tank, wat ben je verborgen? Hey, klabam. Alles goed? Ja hoor. Er gaat niks boven een koude proteinshake naar een flinke workout. De eerste slok is geweldig. Maar daarna is het zo smerig als het zijn kan. Dit heb jij eerder gezegd. Andere teksten zouden leuk zijn. Nou, laten we eens eventjes kijken wat Tammy aan het doen is. Want Tammy krijgt dus binnenkort een geldboom, waarschijnlijk. Een flinke geldboom. Tammy, na veel hebben te vergaderen en noem het maar op, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er een één stem is die enorm goed bij jou past. En die stem gaan we maar ook al te graag nou toepassen. Hallo Tammy. Toch, dit begint echt... Ho eens even! Serieus? Ga je met deze stem, ga je met deze stem... Ik pak je terug. Ik weet nog niet hoe, maar ik pak je terug. Maar dit begint ergens op te lijken. Wat ik hier doe... Kijk je ogen uit! Ik maak hier een donkerhouten mozaïekwand. Doe het zelf is echt flink hard werken, dus ik ga er helemaal voor. Het is enorm de moeite waard. Oh, zit je brein al vol met donkerhouten mozaïekwand? Maak kennis! Nou, zo moeilijk is het toch niet? Ik bedoel, serieus, het is toch wel makkelijk om zoiets te maken. Al goed. Ik had het al kunnen weten. Jij zit altijd overal bovenop bij je slimme brein. Nou, ik heb al een doe-het-zelf-plan voor een donkerhouten mozaïekwand gemaakt. Hier, neem het toch maar. Je kunt het nog altijd aan een vriend geven of zo, weet je? Nou, toch bedankt. Zou het niet tof zijn als iedereen zijn eigen donkerhouten mozaïekwand maakte door het te doe-het-zelven? Ja, dat zou tof zijn. Nou, we laten jou gewoon rustig verder met klussen gaan en succes met je nieuwe stem. Oké, de chat vindt hem leuk. Maar, dan is nog steeds de vraag, waar is kapitein S? Nou ja, in ieder geval, ik hoop kapitein S dadelijk sowieso tegen te komen. Misschien is hij in het museum, ik weet het niet. Hallo? Wie? Ik weet niet, volgens mij is hij niet zoveel... Ben jij nou bezig met yoga? Hey. Succes, ik laat je rustig je yoga doen, vriendelijke vriend. Goed, laten we eerst heel even langs Coco's huis nog heel even gaan. Want daar hebben we dus nog de Daily Bells op te halen. Want daar hebben we onze belboom. Onze klingelboom. En... nou, wou ik jullie dus eventjes het volgende vertellen. Als je dus een zakje van 1000 klingels in de wonderlijke wereld van een gouden pit gooit, dan krijg je daar nogal leuke dingen voor. Even kijken, kan ik deze? Ja, die hebben we al. Nou, die kunnen we ook even inderdaad. Ik wil wel trouwens deze boom even weg hebben, want hier mag een andere boom later komen. Dus, maar goed, dan krijg je dus zeg maar, als je 1000 klingels, dan krijg je dus 3 maal een zakje van 1000. En nou heeft Suzy Chen in de Discord een hele handige tip neergegooid namelijk. Want die had dat namelijk per ongeluk gedaan. En ik wil er maar alle krediet voor geven, want ja, die was echt bang dus om 99.000 klingels kwijt te raken. En dus maar 1000 klingels, of ja, 3000 klingels daarvoor terug te krijgen. Maar nou blijkt het dus dat als jij daar een zakje in gooit van 99.000 klingels, tot daar 3 zakjes uit gaan komen van 99.000 klingels. Dus ik ga maar heel eventjes naar de bank en ik ga er maar eens heel eventjes voor zorgen dat wij een zakje van 99.000 klingels kunnen gooien. Gaaf, hè? Hoi Isabel, kom zo met jullie prabbelen. Hé hey jongens, hier even de editor. Wat net verteld is over dat geldboompje, werkt niet. Op het moment dat je 99.000 klingels in de grond gaat stoppen, dan is er een 1 op 3 kans... Hou je mond. Dat er maar een 10.000 boompje uitkomt. Dus ga voor de 10.000 en niet voor de 99.000. Dit wordt spannend in de opkomende dagen. Volgens mij is het 3 uur. Dat doet me er even aan denken. Ik had deze expres besteld. Kun je nou nog doorheen lopen zo? Ja hoor. Ik vind het leuk om weer een parkklokje hier neer te zetten. Waarom ook niet? Goed. Bij Tammy hebben we het gouden puntje. Hier zitten dus altijd 1000 klingels in. Jee, hoezee. Wat fijn. Kijk eens wat je hebt opgegraven. 1000 klingels. Maar dit is dus een gouden plek. Dus wat willen we doen? 99.000 klingels gaan we hier begraven. En je ziet, dat wordt een boompje. Over 3 dagen kunnen wij hier 3 geldzakjes vinden van 99.000. Het is even wachten, maar het is het zeker waard. Goed. Nou, laten we dan maar eens heel eventjes op zoek naar Kapitein S. Ja hoor, hier is hij, onze Kapitein S. Kapitein S, daar heb ik ook een verandering voor met een stemmetje. Waarom? Ja, het is een eekhoorn. Ik heb een eekhoornfunctie, dus die ga ik gewoon 1 en 1 is 2. Ik heb het ook in de proeffase gegooid. Werd zeker grappig. Het was een beetje moeilijk te verstaan, maar ja, dat zijn eekhoorns sowieso. Laten we maar eens gaan praten met Kapitein S en zijn nieuwe stem. Waarom ook niet? De gezichtsschildwans heeft echt een onwijs maf patroon. Het lijkt net een gezicht met voetjes. Dat was jouw van Stevie. Dat is echt super. Ik wil niet dit van dichtbij zien door jouw onwijs gave actie. Dit is veel beter dan alleen een plaatje. Ja, maar ik wil praten met jou. Hé, jij wil niet te zien. Wat is er? Liefzak was vroeger onderwoond en nu heeft het een museum. Wat? Dat vind ik super. Dat is fijn, maar... Oké, ik begin echt op een punt te komen van... Jongens, echt serieus. Ik wil dingen weten. Ik wil dingen zien. Ik wil dingen doen. Sowieso wil ik een nieuw project starten. En dat zal waarschijnlijk wel een duur geintje gaan worden. Maar ik wil zo zeker dat project gaan starten. Wij willen een heuveltje gaan maken. Zodat we makkelijker naar boven komen. Tot we dus niet constant meer de ladder hoeven te gebruiken. Dat zou het namelijk enorm makkelijk maken. Om dus alles te kunnen vinden en alles te kunnen doen. Eens heel eventjes kijken. Nou, dan moeten we naar City Hall. Laten we naar City Hall gaan. Ah, Vivi. Hallo, hallo. Dit is de balie voor bouwkundig beheer. Hoe kan ik je van dienst zijn? Sowieso, we wouden een ceremonie doen, maar... Nou, is goed. Nou, we willen dus een heiling van helling maken. Eens even kijken, wat hebben ze precies? Ze hebben dus eentje met een stenen pad. Een houten pad. Een wit houten pad. Een trapje. Een stenen trap. Een bakstenen trap. Een blauwe stalen trap. en een rode stalen trap. Nou, we zitten nog een beetje... Ik denk dat ik het op natuurlijk nog heel even wil gaan houden. Natuurlijk ziet er wel heel erg mooi uit. Is ook het goedkoopste. Wat denken jullie eigenlijk? Ik vraag dit heel eventjes ook even aan Twitch weer. Twitch, ik vind de andere ook heel erg mooi. Maar voor de eerste helling denk ik dat het eigenlijk wel het leukste zou zijn om de eerste te pakken. Natuurlijk. Nou, ik hoop ook snel dat je paden kan maken. En anders ga ik gewoon zelf een design maken voor paden. Dus... Oké, je hebt redelijk wat ruimte nodig en zorg ervoor dat je aan de voet van de klif staat. Oké, als je klaar bent kun je jezelf voorstellen hoe dat de nieuwe helling eruit komt zien. Dat is allemaal gewoon standaard. Oké, nou die hebben we dus. Dus morgen hebben we een helling als we die lening op tijd af kunnen betalen. En ik heb ook nog steeds de lening voor mijn huis af te betalen. Isabel, kun jij misschien zorgen dat... Oh Stevie, goedemiddag. Hoi, hoe kan ik je vandaag van dienst zijn? Het eilandlied wil ik vandaag ook gaan doen. Dat, dat wordt stream exclusive. Als we het eilandlied hebben gemaakt, dan laat ik jullie zeker horen. Morgen, of wanneer dat klaar is. Net zoals de eilandvlag. Dat wordt een stream exclusive. Nogmaals, wil je bij een stream aanwezig zijn? Link staat in de beschrijving. Daarin kun je dus een stream vinden. En je kunt natuurlijk ook altijd bij Discord. Dan geef ik ook altijd nog wel aan van... Hey jongens, ik ga stiekem live. Dus we moeten aan de voet van de berg staan. Dat werd heel duidelijk tegen ons gezegd. En laten we deze trouwens ook maar gelijk even toevoegen. Oké, ik wil Coco wel de ruimte geven om hier een mooi bloemenplekje te maken. Dus ik zou zeggen, mooi hier, waar we net stonden. Hier zo. Hoe ziet dit eruit? Maar ik wil hem zijwaarts hebben. Hoe gaat dit eruit zien? Nee, dat vind ik niet mooi. Waarom mag dit niet? Dit is toch veel mooier? Dit ziet er 10 keer mooier uit. Wauw. En als we naast de waterval... Ik weet niet, zouden we deze plek doen? Dit ziet er al vele malen bij. Tom Nook is gewoon... Dat is gewoon een geldschraaier. Dat is gewoon een geldschraaier. Die is echt zo van... Oh, ja. Je wil gewoon het goedkoopste hebben, tot we dus gewoon maar een schuine wand maken. Prima. Maar dan gaan we ervoor zorgen dat het er totaal niet uitziet. Dat is Tom Nook. We gaan het doen. ...168.000 klingels, damn. Ik ben natuurlijk dan vandaag niks anders te doen. Team is gecanceld, jongens. Ik moet geld verzamelen. Moet ik kersen verkopen. Oké, jongens, in ieder geval. Wij hebben met iedereen gesproken. Wij hebben alles eigenlijk gedaan voor onze daily routine. Voor YouTube zeg ik daarbij. We hebben dus nou een plek gevonden voor de trap. Morgen zal die trap klaar zijn. Ik rust niet voordat die trap klaar is. En hopelijk ook dat die ene video dan klaar is. Ik ga mijn best doen in ieder geval. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ja, een rondleiding. Mochten jullie nog dingen ontbreken in verband met de rommel die aflevering 1 was. Laat zeker weten, mochten jullie vragen hebben, dan doen wij dat weer voor de volgende keer. Ik probeer zo kort mogelijk namelijk te lopen, dus er komt eventjes een golf van video's aan. Zorg ik ook voor. In ieder geval bedankt voor jullie support en tot morgen. Doei!